Vandaag zijn de nieuwe wethouders precies 2 maanden aan het werk in Rijswijk. Een goede reden om te kijken wat de speerpunten de komende tijd gaan worden. Nou, de speerpunten van mijn portefeuille is Rijswijk bereikbaar houden. Want dat is zeer belangrijk met de toename van het verkeer. We willen de verkeersveiligheid in Rijswijk willen we gaan verbeteren. We zorgen ervoor dat in Rijswijk bewegen op de kaart komt en gezonde leefstijl. We gaan kijken of dat we het voor fietsers makkelijker kunnen maken. Nou, om het in hele simpele termen te noemen, kijken of dat we de stoplichten zoveel als mogelijk op groen krijgen voor de fietsers. En we gaan kijken hoe we de stoplichten slim afstellen dat auto's ook niet op zebrapaden terechtkomen. Amal, wat zijn de speerpunten voor de komende tijd? Heel veel speerpunten eigenlijk. Een hele brede portefeuille van wonen tot bouwen voor bedrijven. Maar wat ik echt heel erg belangrijk vind is dat we het achterstallig onderhoud in Rijswijk wegwerken. Je ziet op heel veel plekken zijn er problemen met de verlichting. Dat willen we echt oplossen voordat de winter begint. Daarvoor gaan we volgende week graven in Oud-Rijswijk. Maar ook als je kijkt naar de plantenvakken waar het gras welig tiert, daar moet echt goed gaan maaien. En dat vind ik een van de belangrijkste dingen om het komend jaar op te pakken. Dat er volgend jaar allemaal heel mooi bij ligt. Ik wil met spoed werken aan een Rijswijk waar Rijswijkers dicht bij elkaar staan en naar elkaar omkijken. Ik vind het belangrijk dat er plek is voor iedereen, dat iedereen erbij hoort. En dat we eenzaamheid aanpakken en tegengaan. Johanna, er speelt ook best wel veel in het onderwijs in Rijswijk. Absoluut, absoluut. En ik vind het belangrijk om daar veel aandacht aan te besteden en veel inzet op te plegen. Want ik geloof echt dat goed onderwijs voor kinderen en jongeren bijdraagt aan een goede toekomst. Wat ik belangrijk vind is dat we als gemeente Rijswijk onze financiën op orde gaan brengen. En daarnaast ons gaan inzetten voor een betaalbare en realistische energietransitie. En verder ook een effectief handhavingsbeleid. Het gaat niet slecht met Rijswijk. We hebben te maken, waar ook andere gemeenten mee te maken, met tekorten, met name in de jeugdzorg en in de WMO. We hebben andere gemeenten ook mee te maken. Het gaat niet slecht, we hebben een goede financiële positie, maar dat willen we natuurlijk ook gewoon graag zo houden. Mijn speerpunten de komende tijd zijn de best passende jeugdhulp voor onze Rijswijkse kinderen. Ouderen en zorg combineren, wonen en zorg voor ouderen combineren. En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, iedereen aan het werk. Larissa, er wordt op dit moment veel gevraagd van de jeugdzorg. Is het een hype of is het echt nodig? Het is geen hype. Er zijn momenteel wat onderzoeken in Rijswijk hoe we daarmee om moeten gaan. Of er te zware zorg wordt ingezet. Of dat het met mindere zorg kan. Of in die zin mindere zorg met minder zwaardere zorg kan. Zodat een kind zich in Rijswijk veilig voelt, goed kan opgroeien. Maar wel met de juiste en de best passende jeugdhulp en niet per se de meest dure jeugdhulp.